Met AI. Je praat met een, met een bot, een avatar die in alle talen van de wereld natuurlijk spreekt. Dus je ah. kan iedereen meenemen. Iedereen kan solliciteren in hun eigen zijn eigen we taal. Wel. Ja, het is echt leuk. Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever het juiste talent aanneemt? Dat blijft een lastig fenomeen. Lotte Welte heeft software die je daarbij helpt. En ze is mijn gast en komt er alles over vertellen. Welkom bij CWD TV. <laughs> Leuk dat je kijkt en uh, namens Loket.nl maak ik een serie waarin ik inzoom op de wereld van HR, de toekomst van HR. En een van de onderdelen daarvan is het, het kunnen werven van het juiste talent en hoe moeilijk is dat in de huidige markt. Uh, Lotte Weld is mijn gast. Lotte, van harte welkom. Dank. Ik wil nou niet zeggen dat jij meteen het hele probleem oplost, uh, misschien, maar je probeert er wel een bijdrage wel doen, aan te leveren. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, de pitch in het kort even meteen. Wat ja. doet de Selection Lab, want zo heet je bedrijf. Zo heten wij. Uh, wij ondersteunen organisaties om, om de beste medewerkers te selecteren aan de poort. Dat en dat doen we met behulp we van technologie? Doen we met behulp van technologie, waarin ook assessment software zit. Dus uh, hè, niet alleen kunnen wij het hele proces van A tot Z overnemen qua selectie met onze tech. Ja. Uh, maar zorgen wij ook dat je precies kan achterhalen wie iemand is en of diegene wel bij jouw bedrijf, ja. bedrijfscultuur, ja. Uh, maar ook binnen de functie past. Er zijn een paar mensen meteen nu die zitten met een hak in het zand Die zeggen: oh, maar wacht even. Maar als je mensen wil aannemen, dan moet je ze leren kennen. Dan Zeker. moet je met ze in gesprek en dan moet je ze Absoluut. ontmoeten. Dan moet je ja. ze zien. En dan komt er een of andere iemand in die zegt: ik heb daar technologie voor. En dan kan ik, en dan kun ik mensen leren kennen. Ja. Neem mij eens mee in zo'n reis. Hoe werkt dat ja. dan? Ja. Nou, ik denk het goed inderdaad om te benadrukken dat technologie ik heel erg mensen kan Steunen hè? of het mm. nou gaat om, om administratie of andere zaken, maar ook om voorafgaand aan een gesprek eerst op een op objectieve manier te achterhalen wie die persoon nou is die tegenwoordig aan het gesprek en idealiter wel, ja. uh, omdat je dan precies kan zien welke competenties bezit iemand wel of niet, uh, naar wat voor cultuur is iemand op zoek, wat drijft iemand nou echt. Wat voor een cognitie heeft iemand wellicht ook? Zou je willen weten? Ja. Want dan kan je tijdens dat gesprek veel gerichter en veel persoonlijker uh, iemand uh, leren kennen. Je kan namelijk meteen on point kan je doorvragen. Hoe doe je dat dan? Ik bedoel, wat, wat, hoe werkt die software? Wat, hoe, nee, ik, ik ben kandidaat ergens en ja. ik kom in aanraking met jullie software. Wat gebeurt ja. er dan? Wat, wat neem eens mee? Ja, dan word je uitgenodigd tot het maken van een, van een assessment. Ja. Uh, er zijn verschillende soorten assessments waartoe je kan worden uitgenodigd. Eén uh, is het, nou ja, het assessment zoals we. Kennen nog van vroeger, maar dan natuurlijk wel een iets veel mooier jasje. Ja. Uh, ander is natuurlijk ook een video assessment en we hebben ook een game op, uh, op het gebied van cognitie. Dus afhankelijk van wat de organisatie graag van jou wilt terugzien, ga jij dan dat assessment in. Voor een kandidaat is dat wel een, een, een fijne uh, ervaring, omdat het niet een ervaring is waarvan je weet van oké, okay, ik moet nu presteren, want anders dan kom ik er niet doorheen. Nee, ja. je zit gewoon in de omgeving van de werkbij van die organisatie. Uh, je wordt gewoon meegenomen in die hele selectieprocedure. En vervolgens krijg je een mooi rapport over jezelf, over uh, nou ja, al, je, al je plussen eigenlijk en wie en ook minnen. Uiteraard hè, iedereen is niet, niet iedereen. Hè, sorry, ik ga er bijna van stotteren. Yeah, Niemand is perfect. Yeah. Uh, dus er staan ook natuurlijk dingen waarvan er staan van, nou ja, hier zou je nog aan kunnen werken. Uh, maar de focus ligt wel op: hey, wat kom je brengen? He, wat zijn jouw toegevoegde waarden? Waarin blink je uit? En wat voegt technologie hierin toe uh, als je het vergelijkt met de good old uh, gesprekken? Ja, um, nou ja, de, de gesprekken uh, blijven natuurlijk face-to-face. -face, ja. Technologie staat daar in de meeste gevallen, in ieder geval staat daar buiten. Uh, hmm. Wat het heel erg toevoegt is dat het hele proces en aan de achterkant, maar ook voor de kandidaat, veel efficiënter en veel mooier is ingericht. Dus je hoeft uh, niet langer uh, kandidaten van het ene systeem in het andere te boeken, dossiers mee te nemen naar, naar de volgende funnel. Dat gebeurt allemaal geautomatiseerd dan tegenwoordig. Mm -hmm. En ook voor de kandidaat, uh, je kan je voorstellen met de nieuwe technologie, dat die hele ervaring veel soepeler, beter, mooier en uh, enthousiasmerender is uh, dan dat die vroeger was. En je had over video assessment, hè? Ja. Hoe... Maak nog eens even een stap concreter, want ik zit helemaal niet in die wereld. Ja. Ik heb nooit gesolliciteerd, zeg maar. Ja. <laughs> Fijn. Ondernemer. Uh, maar uh, wat, wat houdt de video assessment in? Praat ik dan met, een, met iemand of met iets? En met AI. Je praat met een, met een bot, uh, die wij natuurlijk uh, hebben gecreëerd. kan ook zijn dat het iemand van de organisatie is, maar het is over het algemeen een avatar die in alle talen van de wereld natuurlijk spreekt. Dus je huh? kan iedereen meenemen, iedereen kan solliciteren in hun eigen zijn eigen taal. Ja, het is echt leuk. En kan ik dan ook kiezen of ik uh, een, um, een wie ik wil met welke chatbot ik wil met welke avatar ik in gesprek wil of kijk, die default een avatar voor me snuffert? De organisatie bepaalt de avatar. Man, dat zijn vrouw, ook... genderneutraal, zwart, wit gekleurd, dat is al een alles, keuze. hè? Alles is een keuze. Uh, wij adviseren organisaties dus ook om verschillende avatars te gebruiken tijdens het assessment. Uh, het is aan de kandidaat wel om te beslissen in welke taal uh, het assessment verlangt. En dat kan hij real-time beslissen. Real-time. 40 talen zei je dat nou? Ja. En hoe ver is de Nederlandse taal al Want ik, heb, ik speel zelf ook veel met AI. En ik vind ja. het een super interessant onderwerp. Ja. Uh, maar ik ben wel, best wel altijd jaloers op: dan, dan zie ik in Amerika weer iets gebeuren. Ja. En dan denk ik, ah damn, wanneer komt het nou ja. ook net zo goed in het Nederlands? Hoe ver zijn we al met die Nederlandse avatars? Ja, echt wel of ver. Praten ze toch nog een beetje praten. zo? Die hebben ze ook. Die zitten er ook nog wel tussen. Uh, heel veel organisaties kiezen ook voor die avatars. Maar je hebt ook echt avatars die gewoon een Plainot Nederland praten tegenwoordig. Dus ja? dat is heel fijn. Ja het gaat wel heel snel. Die Ontwikkeling. Maar het klopt dat in Amerika die markt zoveel groter gaat, heel veel sneller. Maar dat weet, dat maakt dat wij dus weken soms maar van tevoren weten wat eraan komt. Um, heb je bewijslast dat, um, dat het de processen efficiënter maakt, begrijp ik. Ja, ik kan, kan me zo maar iets bij voorstellen. Zijn de resultaten ook beter? Ja, ja die zijn veel beter. Um, op verschillende vlakken, hè. omdat je iemand van tevoren eigenlijk objectief bekijkt. Uh, kan je tijdens het gesprek de gesprekken voeren op een manier die bijdragen aan de kwaliteit van je hire? Hm. Achteraf zien we dus ook dat het verzuim enorm naar beneden gaat en ook dat de retentie omhoog gaat. Van de mensen die geselecteerd zijn via van de, de mensen selection die, die app. Ja, ja, ja. Dus uh, we, hebben, we hebben van al onze klanten kunnen we in dat opzicht een business case maken. En het heeft er alles mee te maken dat je veel beter weet wie je waarop moet selecteren, want wij bewaren de data. Wij krijgen van jou te horen, is iemand er nog? Presteert iemand goed? Je blijft ze volgen eigenlijk. Ja, koppelen we terug, zodat we aan de voorkant steeds beter weten... waar moeten wij op letten? Waar is het goed als jij over gaat praten tijdens dat interview? Uh, of waar wij op gaan screenen aan de voorkant? En zo word je door de tijd heen steeds slimmer... Ja, en zien we dus het effect op, uh, op de productie en, uh, ah, en het verzuimen. Dus jullie zijn niet alleen een, ik noem het even een tool, even platvlagen ja. die je uh, inschakelt. Oké, okay, dan heb ik mijn talent binnen. Bedankt, Selection Labs zijn ja. we weg. Jullie blijven nee. in de HR-hoek hangen eigenlijk. Wij blijven, wij, wij blijven bij je, ja. Het paar dingen die ik erover wil weten. Je noemt objectief. Ja. Is dat mogelijk, objectief? Want ook software wordt gevoed. Software wordt ook gevoed. En dat is natuurlijk wel het een, waar we in het begin heel veel met elkaar intern over hebben gesproken. He, we hebben natuurlijk, uh, wij kwamen binnen in een situatie waarin kandidaten werden geselecteerd. puur en alleen door mensen. Zeker als we het hebben over het MKB, die geen tijd of geld heeft om allemaal dure assessments uh, ja. aan te kopen. Uh, dus dan zie je dat het door mensen wordt gedaan en dat het ontzettend subjectief gebeurde. In ja. 80% van de gevallen worden mensen gewoon aangenomen op klik. Als ja, oh, leuke. Ja. Kunnen we het met elkaar vinden? Ja. Het heeft niks met de baan te maken, cultuur. Uh, kan jij hier floreren? Of nee? nee, kunnen wij met elkaar high of lachen of in een lift? Is ook wel belangrijk, toch? Is ook belangrijk, maar uiteindelijk niet de voorspeller voor succes. Ach. Dus wat wij hebben gezien met onze tech, op het moment dat je wetenschappelijke instrumenten toevoegt, hè, die, die bias-free zijn in dat opzicht. Um, dat je een enorme slag maakt in hoe jij objectief je mensen kunt gaan selecteren. Ja, maar ik onderbreek je, want je zegt nu even wetenschappelijk, want ja. bias free. Ja. Dat is een aanname of dat is een feit? Nee, dat is, dat is, een, dat is een feit. Dit is ook een belangrijke keuze geweest ja. bij het, het inrichten van het bedrijf. Ik heb hier voor twaalf jaar binnen de NGO-sector gewerkt. Ja. En dit is de reden waarom ik de selection heb gestart. Ik uh, nou, om, om, uh, nou ja, ben altijd bezig geweest met de emancipatie van minderheidsgroeperingen. En zag in het sollicitatiegesprek dat mensen significant worden benadeeld alleen maar op hun achtergrond. Ja. Hoe ze eruit zien of uh, wat hun ze wel of niet uh, hun naam. Hè? Ja. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Um, dat maakt ook wel dat we een hele uh, ja, forse keuze hebben gemaakt om niet zelf die assessments te maken. Wat natuurlijk eigenlijk vrijwel al onze mm -hmm. collega's doen, mm -hmm. die maken hun eigen instrumenten. Dat betekent dat je daaraan vastzit. Wij kijken wereldwijd wat zijn de beste assessments. Niet alleen welke zijn extern wetenschappelijk gevalideerd... maar zijn ook gevalideerd op een brede normgroep... en zijn bias-free en cultuurarm opgebouwd. Hè? Uh -huh. Niet die cognitietesten die de meeste mensen nog gebruiken die alleen gebouwd zijn op de witte westerse man bijvoorbeeld. Ja, is dat nog steeds... Uh, dat is nog steeds een ding. Ja, is dat een groot percentage van de markt van de assessments nog? Ja, daar zit nog wel echt een... Uh, ja, hoe groot precies weet ik niet. Um, maar omdat wij al die onderzoeken gedaan hebben om te kiezen welke instrumenten wij gebruiken, uh, neem ik aan dat dat wel een fors percentage is. Ja. Hm. ja. Um, heeft jullie uh, oplossing... Um, gaat dat... Verder dan alleen maar het zoeken van het juiste talent. Want ik, ik word getriggerd dat je zegt van hé, we blijven ze volgen, resultaten meten, bla, bla, bla. Ja. Uh, Hebben jullie ook nog een rol als het gaat om teambuilding, talentontwikkeling? Uh, ik bedoel, kun je nog doorgaan dan? Ja, ja, dus eigenlijk als we het hebben over de, de, de hele reis van de kandidaat naar een employee, wat wij niet doen is mensen echt werven, hè, zorgen dat ze aan je deur komen. Ja. Wat we wel doen vanaf als ze aan je deur staan. Uh, dan komen wij in beeld. Uh -huh. uh, en als mensen uh, in dienst komen, hebben wij ook direct tips voor ontwikkeling bijvoorbeeld. Daarnaast werken wij samen met partners om onze data uit te wisselen... wanneer zij ontwikkelassessments ingaan. Uh -huh. Dat we met elkaar gaan uitwisselen van wanneer zien we dat iemand coachable is bijvoorbeeld. Wilt ontwikkelen, kan ontwikkelen op, ontwikkelen op specifieke punten. Op sommige punten moet ontwikkelen. En dat geven we dan weer door aan die partners. En die partners geven die data weer terug aan ons. Evenals natuurlijk de performance data. Want als iemand bij jou in dienst is voor een jaar, dan komen wij terug om te horen. Is het, hè, pesteert iemand goed? Is iemand gelukkig hier? En dat koppelen we dan weer terug aan, aan ons algoritme aan de voorkant. Zijn jullie altijd gekoppeld aan, uh, want we maken het samen met loket? Hè? Want ja. ik begreep dat, dat jullie uh, zeg maar, ook aan loket hangen of in loket ja. hangen. Want die samenwerking met die HR-afdeling, met de software die dat draait, is natuurlijk cruciaal. Hoe open is jullie software? Ja. Nou, wij zijn integration first gebouwd. Als dat is wat je bedoelt. Hè. Okay. Dus wij, uh, wij hebben uh, gekeken. Wij denken nou in de toekomst. Wilt niemand meer in zes systemen tegelijkertijd nee. werken? Je wilt één systeem hebben. Waarin eigenlijk alle tools tegelijkertijd hangen. En dat is dus ook waarop wij. Hoe wij onze software hebben gebouwd. Tuurlijk, wij hebben ons eigen portaal. En heel veel uh, organisaties gebruiken dat. Ja. Maar wij zitten over het algemeen. In de lokale software van bedrijven. Zoals een loket. En ATS- hè, Applicant Tracking Software systeem is het eigenlijk okay. um, en op die manier hoef je dat allemaal niet meer los te bedienen. Wat zijn de uitdagingen voor HR-afdelingen wat al bijna een ouderwetse term is want ik hoor steeds vaker dan heet het people and culture ja. en, en sommige organisaties gaan nog veel verder in het ja. decentraliseren bijvoorbeeld hè, van HR-functies en rollen. Ja. Wat, uh, als jij is in dat soort bedrijven Mkb Mkb plus wat grotere Mkb-bedrijven rondloopt, wat zijn dan de uitdagingen in jouw ogen van, van dat soort afdelingen of rollen? Um, ja, ze hebben best wel een aantal afde uh, uitdagingen staan. Hè. Uh, de eerste is natuurlijk, hoe kan je nu het juiste talent vinden en aan je binden en ja. dus ook behouden? Ja. Uh, ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is waar um, nou ja, mensen die bezig zijn met recruitment of die recruiter zijn, die uitdaging hebben. Mm -hmm. Waar we bij HR heel erg zien, um, hoe zorgen we dat we een cultuur neerzetten die... Um, schaalbaar is, die um, zowel werkt voor mensen die hier al twintig jaar werken mm -hmm. als de twintigjarige die hier binnenkomt. En dat beide partijen hier, hier kunnen floreren, eigenlijk. Is diversiteit een randvoorwaarde voor succes? Um, ik, ik, ik denk van wel. Uh, onderzoek, uh, blijkt, uit onderzoek blijkt dat ook. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven, uh, of ze nou intrinsiek gemotiveerd waren om, om diversiteit te stimuleren of niet, mm. nu ondervinden dat, dat dat een enorme voordeel en, en kansen uh, biedt. Um, dus ik denk dat ook zij die, die nou ja, uh, meer gestuurd door de omgeving uh, op diversiteit zijn gaan werven, nu er ook intrinsiek in in zijn gaan geloven. Ja. Ja, ik zou in één keer is. Um is, is het een risico dat je in dit soort omgevingen ook juist diversiteit weer als bias gebruikt? Ah ja, ja dus de, uh, om het op politiek incorrect te zeggen, positieve discriminatie. Ja, ja, ja. He, dat ja. we een beetje het beestje ja, bij naampje noemen. Dank u. Ja, ehm... Ja, um, uh, Kijk, ja, dat is een risico. Uh, op het moment namelijk dat jij in een organisatie zit waarin uh, mensen rondlopen, hè, we hebben nou eenmaal met elkaar vooroordelen uh, en je uh, neemt iemand aan die eigenlijk niet past, maar waarvan je denkt, ja, maar dat is goed voor mijn diversiteit uh, en je ziet dat die persoon niet past, dan gaat het beeld rondom diversiteit bij de zittende medewerkers niet positief veranderen. Hm. Um, dus ik, wat wij heel erg zeggen is, uh, neem dat in dat opzicht niet mee, hè? laat de data spreken. Op het moment dat je iemand voor je hebt zitten en we hebben gezien dat je, wanneer jij objectief selecteert, dat er automatisch je workforce divers wordt. Dat, zien dat wij, was mijn vervolgvraag. Dat, dat is zien dus. we al feit. jaren. Okay. Dat zien we al jaren automatisch gebeuren. Daar hoef je geen gekke fratsen voor uit te halen in dat opzicht. Omdat wij nou eenmaal zagen dat voorheen was 80% gebaseerde klik. Dat heb je met iemand die op jou lijkt, die dezelfde achtergrond ja. heeft, die op hetzelfde voetbalveld stond of hockeyveld. Um, en doordat je objectiever selecteert, zie je dat dat automatisch eigenlijk veel breder wordt getrokken. Ja, dus ja. Talent heeft geen reden te maken met uh, afkomst, nul. cultuur, leeftijd. Maar echt precies nul. Nee, ja. Grappig. Ja. Um, Gen Z, ook zo'n onderwerp. Hè? De, ja. de, 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 jonge, de jonge garde. Um, wat is jouw mening daarover? Het <laughs> is een brede vraag. Ja, een hele brede ja, <laughs> bewust. Want het kunnen alle kanten op. Ja, ik denk, um, ja, we, het, ze hebben een hele interessante uh, inslag op, op een nieuwe balans in het leven. Um, uh, voor mij is het zo, toen ik ging werken: ja, je, je gaat werken en dat doe je eigenlijk bijna zeven dagen in de week. Mm. Dat is ook wat ik leuk vind. Ik ben ook ondernemer geworden voor een reden. Mm -hmm. Um, waarbij deze generatie uh, toch wat meer nadenkt over balans in het leven. Misschien hebben ze daar een punt. Misschien hebben ze daar een goed punt. Het is uh, anders dan de balans die ik daarin zoek. Um, ik denk aan de andere kant ook wel dat ze meer openstaan voor, voor ontwikkeling, wat er gebeurt in de wereld. Uh, daar, daar ook wel heel erg betrokken in zijn. En dat we dat, uh, dat een organisatie dat als ze dat goed doen daar enorme voordelen uit kunnen halen om hun organisatie nieuwe perspectieven te geven, innovatie te laten brengen uh, en een uh, nou ja, holistischer beeld naar de buitenwereld uh, uh, en het product uh, te laten krijgen. Ja. Wat zijn soft skills op dit moment die, ja, het zie je het even als, als een bijna soort marktwerking. Hè? Ik denk dat ja. 20, 30, 40, 50, 100 jaar geleden waren er andere mensen nodig dan nu. Zeker. Maar nou, wat voor talenten is men nu op nu. zoek? Ja, dus um, als we kijken echt naar wat vooruitstrevende bedrijven, die zijn eigenlijk op zoek naar coachability, mm. uh, flexibiliteit. Dat komt omdat de wereld zo snel verandert. Mm. Als het een bedrijf is wat meegaat met de tijd, um, wat dus ook altijd in beweging is, is dat wat je nodig hebt. Heel veel banen, wat kunnen we nu eigenlijk geen voorstelling van maken, maar er zijn heel veel banen worden gewoon, as we speak, overgenomen door AI. Ja. Banen gaan ook dat werken inhoudelijk heel sterk veranderen. Dus mensen aannemen die kunnen meegroeien met de ontwikkelingen die de nieuwe wereld gaat geven, is key. En we zien dan ook dat heel veel bedrijven daarmee bezig zijn. Ander stukje is wel, als we weer Gen Z erbij halen, is, is een stukje doorzettingsvermogen. Hè. Kan je je toch vastbuiten? Kan je, je volhouden wanneer het moeilijk wordt? Mm. Dat is toch wel een. Toch een tweede waar men ook wel naar zoekt. En waar men wel eens van zegt dat Gen Z een beetje... Nou, zitten weer enorm dingen plat te slaan. Ja, met, met enorm voordelend, ja. Ja, ja. Ik vond even, tenzij een stapje, maar ik las een maand geleden... zo'n artikel waar ik erg door geïnspireerd raakte... van de directeur van CBS volgens mij. Die zei van, de, de hele generatiediscussie drijft ons meer uit elkaar. Hij zei, ik vind, ik vind het veel meer een levensfase... Uh, verschil. Dat is okay. dus eigenlijk, opperde hij van toen, toen ik twintig was, wat dan een hele tijd geleden was, was ik denk ik niet zo gek veel anders als iemand die nu twintig is. Dus hij zeide, zei, er is niet zozeer sprake van een generatie, alhoewel dat al kunstmatig is, want je wordt elke dag iets ouder, weet je wel, dus ja. dat is helemaal diffus. Maar hij zei, hij gooit het veel meer op een levensfase, waar je als twintiger, als dertiger, als veertig. Dat is ook een hele interessante uh, insteek. Maar je hoort ja. natuurlijk wel eens dat die. De, dat de Gen Z's van deze wereld die zijn veel te veel gepamperd... en kunnen inderdaad weinig tegenslag aan. Want alle tegenslag die is hun... Over mijn dat? generatie is ook heel veel gezegd. En ja. de generatie daarvoor is ook heel veel gezegd. Ik geloof dat mijn generatie en de Gen Z-generatie... ook heel veel over de boomers zegt. Ik, ja. We hebben allemaal... Uh, uh, ja, kunnen we heel goed naar elkaar kijken en, hm. en oordelend zijn. Maar ik denk dat we ook wel... Uh, ja, er zit in, in... Elke generatie neemt iets nieuws mee en daar kunnen we van leren Hoeveel procent, als we elkaar over tien jaar spreken, hoeveel procent van de hele recruitment fase, dus niets van de werving, maar wel van het proces waar jullie als core in zitten, wordt dan door technologie gedaan? En hoeveel... hoeveel jaar zijn? Een jaar of tien? Ja, uh, dan zou dat ja, dan zou dat helemaal kunnen. Dan ja. zou dat helemaal kunnen. En waar ligt dan nog de toegevoegde waarde van de mens? Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk uiteindelijk, zeker met de ontwikkelingen van de technologie, dat de toegevoegde waarde van de mens en het sociale aspect enorm zal toenemen. En dat die vele malen groter is over tien jaar dan dat hij uh, nu is. Hm. Um, dus ik denk dat de toegevoegde waarde is dat we uh, dat we ja, echt het pure menselijke contact het samen zijn um, en elkaar ondersteunen en verder helpen. Maar hm. de tech eigenlijk de rest over neemt. Ja. Gaat dat ver? hè? Uh, even nog het brugje naar je eigen bedrijf. Want het is ja. natuurlijk ook leuk, want we staan hier op CVD. We zitten hier op CVD-TV en veel ondernemers ben jij ook. Uh, laten we beginnen eens even met de schoenmaker. Uh, uh, eigen zolen uh, ja. verhaal. Je bent hardgroeiend. Ja. Uh, hoeveel mensen heb je nu uh, werkzaam? 21. 21. En dat was, uh, pak een beetje een jaar of anderhalf jaar geleden. 19. Ja, dus bijna verdubbeld in een ja. jaar tijd. Ja. Hoe, uh, hoe, is, hoe is het met je eigen talent? Hoe is, gebruik je, je eigen software? Ja, ja. En dat ja, dus, werkt? Ja, het werkt. Uh, en ook uh, wat heel fijn is, is dat wij hebben natuurlijk geen enorme volume uh, recruitment. Uh, dus het is ook fijn om te zien dat het al werkt, ook al werf je af en toe één rol. Ja. Hè, dan zie je ook al dat het werkt om, uh, om dit soort software in te steken. Maar het werkt enorm. Hè? Wij, niemand komt bij ons op gesprek voordat je een assessment hebt gemaakt. Hm. Uh, dus wij kijken eerst en echt naar jouw, uh, naar jouw rapport... Voor ons is CV dus ook veel minder belangrijk. Hè. Ja. Je hebt niet iedereen heeft alle kansen gekregen. Niet iedereen wist misschien van tevoren waar, waar hun kracht of talenten lagen. Nee, het onderwijs is nou niet echt een het perfect match als het gaat om je carrière. Het is ook niet altijd een perfect match, nee. uh, laten we het zo zeggen. Uh, dus voor ons is het rapport heel leidend in... Uh, Hey, en voor mijn begrip nog even praktisch. Stel, ik heb, jullie hebben de Selection Lab draaien binnen, yeah. binnen uh, jullie en ik wil solliciteren bij jullie. Yeah. Dat is vanaf dat ik geïnteresseerd raak tot en met het assessment, kan ik helemaal zelf regelen. Ik hoef niet eerst door een eerste barrière heen voordat ik het assessment mag doen. Of zit is is er wel een soort eerste barrière in voordat ik toegang krijg? Nou ja, ja, toegang krijgen. In principe uh, als je geïnteresseerd bent, word je velo ook wel gebeld. Uh, om heel even te kijken: van zijn wij aligned in wat de, de functieomschrijving inhoudt. Okay. Uh, of kom je met talenten eventueel, waardoor wij naar een bredere functie of andere functie gaan kijken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het voordeel van zo'n klein bedrijf. Je kunt nog rollen maken rondom mensen. Ja. Um, dus dan heeft ze eerst een telefoongesprek van tien minuten van hé, hey, uh, match dit. En dan gaat iemand dat, uh, dat assessment al in. Ja. Wat zijn AI-dingen waar jullie op dit moment mee bezig zijn? Waar je je op verheugt die nog niet geïmplementeerd zijn... waarvan je denkt, oeh, dat gaat wel een verschil maken? Ja, de, de interviews, hè. Ja. Dus echt interviews zelf. Dus op het basis van uh, iemand nou, maakt het, het assessment. Uh, daar komt natuurlijk een uitslag uit. Dat wordt uh, gehangen tegen het bedrijf. Hè, wat ik net zei, de cultuur mm -hmm. en de job zelf. En vervolgens gaan wij zien van waarop is het goed om door te vragen... of om meer te leren van iemand... En dat, dat gaat ook worden overgenomen door, door een AI, waarbij je nou ja, gaat praten met een AI en die vragen beantwoordt, wat wij ook weer nou ja, verder in data verwerken en terugkoppelen aan organisaties. Daar zijn we nu mee aan het werk. Spannend. Leuk. hè? Uh, uh, hoe gaat het als ondernemer? Er zit inmiddels venture capital in, ja. of geen private equity, hè? venture capital zit ja, echt in, right. echt risicokapitaal. Dus ja. Je hebt dan een aantal rondes gedaan. Nog wel, wat, nog wel wat aandelen over? Zeker. Ja? Ja. Okay. Je, je doet het niet alleen, hè? Ik doe het niet alleen. Nee. Ik heb uh, twee andere uh, co-founders. Okay. Ja. Ja. Um, wat zijn je belangrijkste uitdagingen als ondernemer? Ja, dat ligt natuurlijk net aan uh, welke fase uh, je, je me spreekt. Ik denk het uh, nu. Uh, nu. Ja, de belangrijkste uitdaging is toch voor mij, uh, mijn andere founders zouden misschien iets anders zeggen, maar wat ja. ik doe binnen het bedrijf, uh -huh. is toch wel deze uh, technologie ook overbrengen naar de organisaties. Hè? Omdat het zo snel gaat en wij, wij zijn gebouwd om daarin mee te gaan. Uh -huh. Het gaat best snel. En uh, je zei net zelf al: van wacht even hakken in het zand. Niet dat ik het idee heb dat de organisaties met wie ik spreek dat hebben, uh, ik heb ook het idee dat HR daar heel erg voor open staat. Maar toch uh, mensen daarin meenemen is, is waar ik nu mee bezig ben. Hoe kan je laten zien dat dit een uh, mooie ondersteunende tool is. En juist het, uh, En geen bedreiging. Ja, het is goed dat je nog even aanstipt. Want dat is een vraag die ik absoluut had moeten stellen. Ja. Van hoe reageren HR-afdelingen uh, op jullie. Want ja. de, de verhalen. Wij, wij vinden allebei technologie leuk, dat is ja. duidelijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal mensen, weet je wat je net zei over interviewen, dat mensen iets hebben, wow, creepy. Ja, en, en terwijl je ziet van hè, mensen die HR doen en een recruitment, die hebben. dat zijn mensen. mensen. Die vinden mensen heel erg leuk. En wat wij eh, doen, is dat alle romsloep daaromheen. Ja. Nemen wij weg. En daarom. Groeien we ook zo hard, want dat vinden mensen heel fijn. Mm. Um, en daarom is het tot nu toe absoluut ook geen probleem geweest. Dus dit is waar ik naar de toekomst aan het nadenken ben. Nu die, die die ja die technologie zo snel gaat, zorgen wel dat die communicatie daarover goed blijft. Ja. Um, ik wens je daar heel veel succes bij. En, uh, en heel veel plezier. En uh, superleuk dat je mij een uh, gast was. En uh, een beetje een inzage hebt gegeven in deze uh, boeiende wereld. Dankjewel. Dank je wel. Dank voor je interesse. En, uh, en dank je wel voor het kijken. En dank je wel als je naar de podcast zit te luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar uh, weer een gesprek die ik maak samen met Loket.nl. In een serie waarin we duiken in de toekomst van HR. Uh, een hele spannende toekomst uh, wat mij betreft. Vind je dit leuk en je zit op YouTube te kijken. Abonneer je dan hieronder. Ben je aan het luisteren naar de podcast. Volg CVD tv dan ook ook Via jouw favoriete podcastkanaal. En laat eens weten in de comments wat je ervan vindt. Ik ben super nieuwsgierig. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!